aan het maken en het is heel lekker. Ik ben ravioli aan het maken en ik denk dat het hiermee kan smaken omdat het heel ambachtelijk is. Gewoon echt een typisch Surinaams gerecht. En dat maakt het eigenlijk juist speciaal. En we gaan ook zelf de pannenkoeken maken en daarmee proberen we te scoren bij de jury. Ik ben gebeten door een hond. Nu kan ik niet echt goed koken. We gaan ons terug niet flammeren met de pannen hoor. Gaat die al aan? Dus stop man, stop! Steek niet in de fik man. Dat ging precies volgens plan. Wij hebben paella, dat is zo bijzonder, omdat we zelf de kippenbouillon hebben gemaakt. En als jullie toch niet overtuigd zijn, hebben we altijd nog de sangria. Ons gerecht is heel speciaal, want we maken ons eigen pasta niet. Ons gerecht is heel erg lekker, omdat er yakitori saus in zit en die hebben we zelf gemaakt. We wouden zelf mayo maken, maar dat is niet helemaal gelukt. We gaan het nu nog een keer proberen. Aan het begin hebben we een alcoholvrije cocktail en aan het einde hebben we een toetje dat heel erg lekker is. We zijn een chocola aan het maken en het duurt best wel lang. Dus ik hoop dat we het gaan redden. Wij hebben een barret als smut, want in Frankrijk is dat typisch voor een Fransman. Ik heb een hele mooie hoed op en die ook te zien door jou. Welkom in Melbourne. Alle vrouwen dragen daar een hoofd vanwege het islamitische geloof. We hebben het thema Nederland, dus vandaar is mijn vrouw aan je. We zijn gewoon open en we zijn van Thijs geweest. Zo zien ze er in Thailand uit, denk ik. Welkom in Roemenië. Dit is typisch Roemeense kledingstijl en we hebben allemaal een doekje in ons haar. Puer Fugido aan Mexico. Puer Provecho. Bienvenidos in España. Vandaag hebben we allemaal Barça shirts aan. En daarom gaan we zeker winnen. Hey! Welkom in Corsica. Bon appetit. Zoals die, welkom in Thailand. Buxen appetit. Dat betekent smakelijk eten. Leerlingen van V2A, de tijd voor koken is om. We gaan nu met de presentaties beginnen. Het is echt spannend. Het haar komt nu uit de ogen. Ik hoop wel dat hij lekker smaakt. De tip voor het opdringen, het bord moet altijd schoon zijn. En ik zit nu al vol. Nou, dat moet de hele dag nog. Dus of we dat gaan redden, we zullen het zien. Deze was geweldig. De aankleding zou je zelf kunnen zien op de film. Hele leuke placemates, zelfgemaakte jurken. Geweldig. Kanshebber. We zijn heel enthousiast. Ja. En wij ook. En iedereen vond het lekker. Ja, het water was stil. En dat betekent dat ze. We zijn nu vanzelf aan het koken. Het is te lekker.